Luchtvaartdienstverlening, hostespraktijk, front office en reisbegeleiding, dat zijn de kernwoorden van de studie SRH aan Hogeschool TIO. Nou, we gaan beginnen met maaltijdservice. Dus wat we in de theorie hebben geleerd, dat brengen we nu eigenlijk in de praktijk. En dat is precies zoals TIO haar studies bij voorkeur inricht. Praktijkgericht en projectmatig. Zo gaan de eerstejaarsstudenten traditioneel op uitnodiging van TIO op teamreis naar Winterberg. Het doel is toch leren samenwerken en kijken hoe de teamverbanden in elkaar zitten. Kan je leiding geven? Ben je liever een volger? Kijken wat je rol is. Teambuilding, meerkamp, GPS-tocht. Ja, heel gezellig, hele leuke sfeer. Je gaat met alle opleidingen om en je maakt leuke vrienden. Een ander project waar je als student SRH veel aan hebt is de Flight Safety Training. Je krijgt 10 dagen intensieve training en bij afronding ontvang je een certificaat. Hier wordt luchtvaartpersoneel getraind. Dus de vliegers worden getraind in onze vliegsimulatoren en het cabinepersoneel hier in de Flight Safety Hall. Nou, dit is het belangrijkste onderdeel van ons vak, hè? Dus dit is essentieel dat ze hier iets van meekrijgen. Een ander project is de internationale studiereis, met dit keer Krakau als bestemming. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Er staan bezoeken aan 4- en 5-sterren hotels en het internationale congrescentrum van Krakau op het programma. En tijdens de door hen zelf samengestelde stadstour leren studenten de stad kennen en de bezienswaardigheden te vinden. Wij kiezen ervoor om op de fiets te gaan. SRH is kortom een geweldige studie voor de ambitieuze student.